Ik sta hier na Stefan, Gerard en Mike van Zongerskop. De film gaat vanavond in première. Wauw. Hey, stel je even kort voor. Ik ben Gerard, ik heb de film gemonteerd. En ik ben Stefan en ik heb het camerawerk gedaan en nog allemaal randzaken. Ik ben Mike, ik heb de productie gedaan. Het eerste waar ik benieuwd naar ben is, zijn jullie zenuwachtig? Het begint nu wel te kribbelen, ja. Hey, hoe lang zijn jullie bezig geweest met deze productie? Wanneer zijn jullie gestart? Ja, ik heb toevallig afgelopen week nog mijn mail eens doorgekeken en heb ik Zongerskop ingetoetst. En toen kwam het eerste mailtje voorbij uit 10 januari 2015. Dat was volgens mij de eerste versie van een script wat we hadden. En de stad is denk ik ongeveer om en nabij de start geweest van het project. Ja, we zijn in november 2014 zijn we voor de eerste keer bij elkaar gekomen om het nieuwe concept te bespreken en waar Zongerskop uit is gekomen. Ja. Jullie zijn met 6 personen, hebben begrepen, die dit neer hebben gezet. Klopt dat? Ja, Limax bestaat uit 6 personen inderdaad. Maar die zijn inderdaad initiatiefnemer en we hebben alles bij elkaar geraapt, zeg maar. Maar uiteindelijk de film gemaakt is echt door heel veel mensen gedaan, ja. Ja. Het is een productie die dus nu al 4 jaar staat. Hoe is dat voor jullie geweest? Ik kan me voorstellen dat het een behoorlijke reis is geweest naar vandaag. Het is behoorlijk vermoeiend geweest, maar het is ook wel een leuke reis geweest met z'n allen. Wij wouden dit heel graag doen en uiteindelijk is het gelukt en vanavond is het resultaat er. Spannend. Vanavond is dus voor genodigden, maar ik heb begrepen dat jullie morgen hebben jullie voor de mensen van buitenaf. Zijn er nog kaartjes te verkrijgen? Ja, morgen is de publieke première en iedereen is nog welkom. Er zijn denk ik nog wel een halve zaal dus te verkrijgen. Er zijn nog kaartjes verkrijgbaar en jullie starten morgen om 2 uur, heb ik begrepen. Ja. Ik ga even vanuit dat de link wordt hieronder gezet, dus als jullie kaartjes willen bestellen, dan kan dat nog voor morgen. Wij gaan sowieso vanavond genieten van de première. Wat willen jullie nog delen over het over Zongerskop eigenlijk? Wat zou jij nog kunnen vertellen? Ik denk dat vanavond een mooie bekroning wordt op wat we de afgelopen 4-5 jaar gedaan hebben. Mensen denken misschien een film van 20 minuten is daar zo lang voor nodig. Als je morgen of vanavond erbij bent, dan zal je ook wel horen hoe het gegaan is en de tegenslagen wat het met zich meebrengt bij een vrijwillig project. Want het is volledig op vrijwillige basis gebeurd. Niemand heeft betaald gekregen. Al het geld wat we erin hebben gestoken is gegaan in eten op de set en camerahuur en lichthuur en dat soort dingen. Maar niemand heeft 1 euro betaald gekregen. Dus ik denk dat het heel bijzonder is om dan, als je ziet het niveau van de film, dat je dan zo'n resultaat krijgt. Ik denk dat dat wel bijzonder is. Dus jullie hebben dat met ontzettend veel vrijwilligers neergezet. Die allemaal, en jullie hebben met subsidies gewerkt en donaties. Waar zijn die vandaan gekomen van de gemeente? Gemeente Echt was de grootste sponsor. Verder Huis voor de Kunst, de Prins Bernhard Cultuurfonds, Provincie Limburg. Dat waren de grote sponsors. Crowdfunding actie. Ja. De crowdfunding actie heeft ook heel veel succes gehad, heb ik begrepen. Maar jullie hebben in totaal 15.000 euro bij elkaar gehaald. Alles bij elkaar gehaald, ja. Fantastisch. En dat bleek uiteindelijk nog te weinig te zijn. Maar dan gaan we verder maar niet in detail op. Maar, okay. Nee, en als je dan gaat rekenen hoeveel uren erin zijn gestoken. En als je die inderdaad zo moet omzetten in een uurloon, dan, dan zou dit niet gemaakt kunnen zijn. Ik heb begrepen dat jullie wel ook een afspraak hebben gemaakt dat dit ook voor scholen beschikbaar is, want deze film is 6+. Ja, klopt. De vriendin van Stefan die heeft hier een lespakket omheen gemaakt en dat wordt straks aangeboden aan alle basisscholen. En daarmee leren ze toch iets meer over de legendes en sages. Want wij zijn alle 3 opgegroeid met de verhalen van juffrouw Zonderkop. Ja. En hiermee willen wij graag het stokje doorgeven. Ja. Wie zou nog iets willen vertellen over de legende van juffrouw Zonderkop? Waar de film over gaat? Ik denk Gerard. Gerard? Ja. Nou, zal ik nou even vertellen. Nou, de juffrouw Zonderkop waant rond in de bossen hier in De Dordt. In Echt. Mm-hmm. En dat spookstout, hè. Ik ben hem zelf niet tegengekomen, gelukkig. Gelukkig. Maar wie hem tegenkomt, krijgt dus een proef. Ja. En die proef houden ze in die kist opgraven. Ja. En daar zijn een aantal voorwaarden bij. En als je daar niet aan voldoet, dan gaat je hoofd eraf. Dan gaat het mis. Ja. Het klinkt heel spannend, maar het is dus wel zo gemaakt dat de kinderen van 6+ deze film gemakkelijk kunnen bekijken.
Ja, ik heb een dochter thuis van bijna 4 en die heeft wel ook nog gezien hoe de juffrouw zonder kop wel nog een kop had. Toen waren de special effects nog niet gedaan. Ja. Maar zij vindt hem zelf leuk om te kijken. Dus ja, ik denk dat hij wel kinderproof is, zeg maar. Nou, fantastisch. Is er iets wat jullie nog willen delen? Want ik vond het trouwens interessant, jullie werken dus via Limax producties. En Limax is een Latijns woord voor slak. En jullie komen bijna allemaal van de slak, klopt dat? Ja, dat is hier ja. het dorp hier in de buurt. Ja. Is er nog iets wat jullie zouden willen delen of van het hart willen luchten voor de kijkers die nu kijken? Ik zal hier beginnen bij Gerard. Ja, ik zou zeggen, kom genieten, kom kijken en zie wat we kunnen doen met een minimaal budget. Ja, super. Ja, en ik denk sowieso dat het bijzonder is, een film uit echt, grotendeels gemaakt in echt en door echtenaren. Ja, ik kan me geen film herinneren die zo gemaakt is, dus ik zou zeggen kom zondag naar de bioscoop en dan zie je het resultaat. Ja. Nog een laatste woordje van Mike. Hiermee willen wij het stokje doorgeven van het verhaal van juffrouw Zonderkop, dus ik zou zeggen kom allemaal kijken. Hey, ik dank jullie hartelijk voor dit korte interview. We zijn er vanavond heel graag bij en dan maken we ook nog een aantal opnames. En heel veel succes vanavond en geniet vooral. Ja, geniet. Absoluut. Dank je wel. Ja.